Mijn naam is Rob Smulders. Ik ben lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Ja, we maken ons niet al te veel zorgen over Amersfoort, maar er zijn echt wel een paar dingen die spelen. De menselijke maat, die moet er zijn. We denken aan klimaat, we denken aan wonen. Het is als starter ontzettend moeilijk om een woning te krijgen. En daarvoor hebben wij laatst wel maatregelen kunnen nemen om daar iets aan te doen. Vanaf nu kun je wel een woning kopen, maar dan moet je er ook zelf gaan wonen. Mobiliteit, dat is een probleem voor de toekomst. Willen we meer auto's? Willen we meer fietsen? Uiteraard het laatste. Maar wat is hier gebeurd? Hier hebben we de stad eigenlijk autoluw gemaakt. Echt een initiatief van de Partij van de Arbeid en nog een aantal partijen om het op die manier ook hier weer leefbaarder te krijgen. Ja, als we kijken naar de stad, geld is ook een issue. Geldverslindende projecten, daar moeten we niet mee aan de slag. We moeten vooral aan de slag met de menselijke maat. Dat betekent aan de gang met wonen, aan de gang met het klimaat en aan de gang met de zorg. Dat is onze taak. Mocht u wat meer willen weten over ons verkiezingsprogramma, kijk op www.amersfoort.pvda.nl. We zien u graag ook daar weer terug.